Bas, voorbereiding zit er bijna op. Hoe kijk je daarop terug? Ja, zit er bijna op. Tot nu toe erg prettig. De jongens zijn fit gebleven. Dus even duimen dat dat voor komend weekend allemaal zo blijft. Hè. Morgen Jong PSV uit. Maar eigenlijk tot vandaag echt heel tevreden. Walid, je bent inmiddels een aantal weken in Kerkrade. Wat is je indruk van de selectie tot nu toe? Goede indruk van de selectie. En verbaasd zelfs dat het best wel goed is. Natuurlijk misschien op de spitspositie dat we nog wat nieuws willen met Dylan die weg is. Maar ik ben positief verrast en leuke groep, lekker nuchter en iedereen weet wat ze van elkaar willen en iedereen is positief en dat is heel goed. Ja, voor mij persoonlijk was het natuurlijk gewoon wennen aan het team, aan de spelers, de samenwerking. Zowel op de training als in de wedstrijden. En ik ben ook fitter geworden. Ik heb heel lang geen volle wedstrijden kunnen spelen. En hopelijk dat dat snel gaat gebeuren. Nu zagen we tegen Oostende Teun Bijleveld na een half uur gewisseld worden. Je had een lichte blessure. Ook Nils Röseler en Metehan Güçlü hebben niet alles getraind. Kun je ons meer vertellen over hun status? Jazeker, daar gaan alle drie gaan ze de goede kant op. Dus die zijn niet erg geblesseerd. Die zijn er geen weken uit. Niels gaat erg voorspoedig ook. Ik denk dat hij ergens volgende week wel weer aan kan sluiten. Teun heeft vandaag getraind, Metehan Güçlü heeft vandaag getraind, dus dat ziet er goed uit. Een team uit de eigen competitie, is dat een ideale laatste test? Ja, in ieder geval een ploeg van hetzelfde niveau. Dus dan kun je kijken waar je staat. Al zegt dat nog niks voor de eerste wedstrijd. Hè. Je kunt een hele goede voorbereiding draaien en heel slecht starten. Of een hele slechte voorbereiding en alles winnen. Dus het zegt niet zoveel. Het gevoel is in ieder geval heel goed en dat is al heel prettig. Ik vind de voorbereiding meestal, de uitslag vind ik niet zo veelzeggend. Ik vind het belangrijker de manier waarop we spelen, dat we elkaar begrijpen. Dat er patronen in zitten in het spel en, dat zit er duidelijk in. Dat is best wel goed en dat vind ik belangrijker dan uitslagen. Wat mogen we morgen van jullie verwachten? Nou ja, gewoon dat we ons ding doen, net zoals we de hele voorbereiding hebben gedaan. En nu is het natuurlijk de laatste wedstrijd voor de competitie. En dan wil je natuurlijk dat er zoveel mogelijk goede samenwerking is. Dat er niet te veel dingen nog verbeterd moeten worden. En natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Maar goed dat het een tegenstander is uit de eigen competitie. Dus dan gaan we morgen zien hoe dat uitwerkt. Uiteindelijk altijd ga je naar details kijken in de manier van spelen. Wat voor mij morgen het belangrijkste is om te kijken hoe ver zijn we nou om zoveel mogelijk richting 90 minuten te gaan met de meeste jongens. Hè, hoe fit zijn ze dan rond minuut 70, 80, 90 nog. Kijken of we daar een stap in hebben gemaakt na Oostende. Want je zag wel op het eind van de wedstrijd wel vermoeidheid, wat gewoon hartstikke logisch is. Maar hopelijk na deze week weer een stap daarin gemaakt.